Hallo mensen van ProGames Day 2012. Ik ga je vandaag laten zien hoe je een gastrol gaat insturen. Ten eerste moet jij een videobestand hebben. En ik denk het al dat de meesten weten dat je een videobestand opneemt met Fraps. Daarvoor gebruiken we Fraps. En Fraps die moet je gewoon goed instellen naar jouw computer en naar de game die je ook speelt. Dus ja, dat was Fraps. En als je een videobestand hebt, hier hebben we ook een videobestand. Dus zeg maar als je een videobestand hebt. Dan open je een programma zoals Sony Vegas. En als we die helemaal hebben geopend. Gaan we het even laden. Hij moet nog eventjes steeds laden. Eindelijk, hij is klaar met laden. Dus als we een videobestand hebben, bijvoorbeeld dit videobestand, dan sleep je die naar Vegas. En dan hebben we hier het videobestand. En als wij het videobestand, daar hoef je natuurlijk zelf nog geen intro voor te zetten, dat doen wij wel. Toevallig is dit intro, dus ja. Toevallig wel. Maar dus bij het videobestand, dat doe je file en dan render as. Dit moet je altijd een WMV bestand van maken. Altijd een WMV bestand. En het liefst een 8 megabyte per seconde HD 1080p video. Dat zou wel heel mooi zijn. Maar stel je voor. Dan zetten we deze even. Nee, die wil ik niet. Je hebt je videobestand. Die heb je dus al helemaal gerend en zo. Dan denk je van, ja, wat moet ik er nou mee doen dan? Nou, dan daarvoor hebben we ook een website. En dan open de website wetransfer.com. En hier kiezen we het bestand wat we willen uploaden. Zo. Bestand zit erin. Hier vullen we ons e-mailadres in. Dat is gastrol@progameshd.nl. Heel belangrijk. Hier voer je eigen e-mailadres in. Bijvoorbeeld... Zo, en dan typ je je bericht in zoals van, hallo, dit is mijn gastrol, doei. En dan druk je op transfer. Ga je akkoord? En dan, ja, oké. Okay. En nou is iemand uploaden. Nou. Ja, dit is wel ongeveer hoe je het zo doet. Als jij je gasten nou wil insturen, doe het dan precies goed en het file mag niet groter zijn dan 2 gigabyte. En hij mag ook trouwens niet korter zijn dan 10 minuten. 10 minuten is wel ongeveer het meeste. Maar als je dan bijvoorbeeld 9 minuten hebt of zo, 9 minuten gameplay, dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Dat kan natuurlijk ook wel. Maar je mag eigenlijk niet langer recorden dan ongeveer 20 minuten. Oké. Ja, dan was dit het eigenlijk wel voor deze video over hoe je gastrollen instuurt. Dus ja, tot de volgende keer.